De Gids.fm. Smeden, zoals dat in de IJzertijd gebeurde eigenlijk, dat is de passie van Johan van Zanten. De 25-jarige student HTS Werkdagbouwkunde maakt in zijn smederij exclusieve koksmessen met bijzondere motieven. En ze zijn te zien op de site, op dit moment zelfs. Soms is hij er wel 50 uur mee bezig met het maken van één mes. Verslaggever Jan Peels mocht even meekijken in de smederij in Amersfoort. Natuurlijk komt er veel hitte aan te pas als je moet smeden. Een grote blauwe gasvlam. Ja, dit is de gasvlam van de gasoven. En die gaat dus in de oven en daarmee stook ik het pakket staal warm. En dat wordt ongeveer de 1200, 1300 graden. Het zijn prachtige messen die je maakt, maar waar begin je mee? Nou, ik begin eigenlijk met stukken gereedschapstaal. Daar snij ik eigenlijk plakjes van. Uh-huh. En die leg ik op elkaar. Het zijn allemaal dunne laagjes waaruit zo'n mes wordt opgebouwd. Ja, begin met iets van 20 lagen. En dat vuurlas je aan elkaar. En dat moet je uitstrekken op een gegeven moment dat het eigenlijk langer wordt dan weer inhakken en dubbelvouwen. En dan heb je natuurlijk dubbel aantal lagen. Bijvoorbeeld 20 ga je naar 40. Je kunt net zoveel lagen doen als je wil, maar ik vind zelf ongeveer 200 lagen bij 5 mm dikte ongeveer het mooiste. Je kan ook minder lagen doen, dan krijg je een grover patroon. Het patroon, daar heb je het over, want dat maakt een ambachtsmes bijzonder. Kunnen we er eens eentje bij pakken? Ah, kijk. Nou, dit is de Van Zanten 220. Oh, ze hebben ook al meteen namen. Ja, zeker. Ja, dat is een mes heb ik ontworpen. En het is natuurlijk een koksmes, dus het is helemaal aan alle kanten bedacht om zo fijn mogelijk te snijden in de keuken. Het ziet eruit als een gewoon mes, met dat verschil dat er op het snijgedeelte allemaal kleine, ja, als het ware figuurtjes zitten, glimmend en dof. Ja. Alsof het een soort patroontje is van een gordijnstof. Ja, nou ja, gordijnstof zou ik niet willen zeggen. Maar dan van staal? Ja, van staal, ja. Het is eigenlijk een kunstvorm binnen het smeden. En kijk, het is niet zomaar bedacht om van, hé, we gaan het eens mooi maken. Het is eigenlijk een procedé wat al duizenden jaren bestaat. Sinds het begin van de ijzertijd. Maar ja, het wordt bijna nooit meer gedaan op deze manier. Nee, dat klopt. En dat komt omdat je tegenwoordig heb je hoogovens. In IJmuiden bijvoorbeeld, daar hebben ze dus moderne technieken hoe ze staal maken. Daarvoor hoeven ze niet te vouwen en te strekken en te vuurlassen. Dat is niet nodig. Ja, dat vouwen was toen noodzaak. Om het sterk te maken uiteindelijk. Ja. Zo wordt het mes langzaam een geheel. Hè? Al die plaatjes op elkaar worden zo. Ja. Het mes. De kling is eigenlijk al voor een groot deel gesmeed. Die bestaat dus nu wel uit ongeveer 200 hele dunne laagjes. Maar ik wil nog wel een beetje de vorm van het mes er meer in gaan smeden. Dus ja, bepaalde delen die maak je dunner of strek je uit. En, je vorm. Uiteindelijk wordt het dan de vorm van het mes. Hè? Dat taps toelopende waar het uiteindelijk heel erg scherp wordt. Het puntje, dat wordt hier dus gemaakt. Ja, nou voor een deel. Dus je gaat eigenlijk tot nou millimeter of 3 op z'n dunst. En dan ga ik naar de bandschuurmachine. En hier slijp je het mes? Hier slijp ik het mes. Op een gegeven moment heb je gesmeed en heb je een smeedstuk. Maar je kunt niet tot de uiteindelijke vorm smeden. Je moet er wat laten staan eigenlijk. En dan ga je dus wegslijpen. Je kunt heel secuur mee werken uiteindelijk om dat puntje zo dun mogelijk te maken waar je mee gaat snijden. Nou precies, ja. Je bent 25 jaar, studeert werktuigbouwkunde. Hoe kom je er dan bij om dit soort specifieke messen te gaan maken? Nou, smeden had altijd wel mijn fascinatie. Ik had voordat ik hier in de smederij in Amersfoort zit, had ik een schuur in Hoogland, in de polder, samen met een vriend van me. Ik had een oude brommer, een krijtler. En die heb ik daar opgeknapt en auto's sleutelen, dat soort dingen. Ja, maar dat is nog iets anders dan messen. Dat is iets anders, dat klopt. Maar goed, ik had toen zoiets van, nou, ik wil gaan smeden. En ik had gewoon een aanbeeld gekocht en een vuur. Toen heel gauw kwam ik er al achter van, hé, damast, dat was iets geheimzinnigs, zeg maar. Dat is die tekening in het snijvlak. De damast is inderdaad, zo noemen ze dat. Maar goed, dat was altijd binnen het smedenwereldje een beetje bijzonder en apart. En om dat te maken, dan moest je wel heel veel voor oefenen en zo. En vooral als je op een gegeven moment hele mooie aparte patronen wou maken, dan werd het echt heel moeilijk. En ja, daar zag ik een soort van uitdaging in. Ik denk van, nou, dat wil ik gewoon doen. Maar ondertussen heb je al wel messen gemaakt die over de hele wereld gaan. Hoe kan dat? Ik stond dus in de krant en dat was echt heel goed natuurlijk. Want ik had gelijk 3 messen verkocht die dag. Ja. Aan?
Nou ja, dat zijn eigenlijk, moet je zeggen, ja, ik noem het de beter gesitueerde hobbykok. Die in ieder geval weet wat ze kopen. Die goed begrijpen van, nou ja, waarom hangt een hoog prijskaartje aan? Wat is het? Wat kost het? Nou, het varieert een beetje. Als je een Damaste koksmes hebt, die is nu €1250. Weet je, bij mij gaat het gewoon om kwaliteit en mooi. Dat vind ik de belangrijkste dingen. Ja, het heeft ook iets mystieks bijna, hè? Dat smeden en wat er dan gebeurt door op dat staal te slaan. Er ontstaat iets. Ja, er ontstaat echt iets. Dat is zeker waar. En het is ook, als je daaraan begint met het smeden, je moet je gewoon van het, dat je binnenloopt, dat je weggaat, gewoon 100% concentreren. Als je even afgeleid bent, dan kan je het verbranden in je vuur. En dan kan het zijn dat je 2 dagen staat te meppen. En dan kun je dan in de kliko gooien. Weg hoor, ja, sorry. Dus dat heb ik ook vaak genoeg gehad. En dan word je verschrikkelijk chagrijnig van. En, maar daarentegen, als je een week met iets bezig bent en je hebt gewoon geen fouten gemaakt en het is goed na de tijd, dan ben je in een heel goed humeur. En ja, nou, zo gaat het een beetje. Meer dan 50 uur werken aan de Van Zanten 220. Johan van Zanten was aan het woord. En zaterdag wordt voor de 7e keer de Dutch Knife Exhibition gehouden in Tiel. Er zijn meer van dit soort messen te zien. En er wordt ook een heuse mesverkiezing gehouden. Een mesverkiezing is weer heel wat anders dan een mes. Ja, ja.